Hallo jongens en welkom in de video van vandaag. Zoals jullie in de titel kunnen zien, ga ik jullie vandaag een update geven over alles rondom mijn zwangerschap. Ik ben op dit moment bijna 28 weken zwanger. Als deze video live gaat, ben ik bijna 30 weken zwanger. Ik ben een beetje in het voor aan het werken. Dus het gaat heel hard. Ik zit al lekker in mijn derde trimester. En ik ga jullie vandaag alles vertellen hoe het gaat, hoe het mentaal met me gaat, fysiek. Hoe het met de controles gaat. Er waren wat dingetjes mis bij die controles. Of nou, niet echt mis, maar goed. Daar ga ik jullie van alles over vertellen. Mochten jullie de wasmachine kunnen horen, sorry daarvoor. Die staat hierachter. Hierachter is de badkamer en daar staat de wasmachine aan. Ik ben allerlei wasjes met babykleding aan het doen. Nou, allereerst zijn we echt enorm hard bezig om alles klaar te maken voor de baby. Ik heb echt een zieke nesteldrang. Ik heb het al eens eerder benoemd in deze video's. Maar ik ben van mezelf altijd al iemand die heel graag alles op orde wil hebben. En daar ook al hard voor werkt in het huis en zo. Ja, en nu ik dus zwanger ben en in mijn derde trimester zit, is het helemaal intens toegeslagen. En ben ik de hele tijd allemaal dingen aan het regelen. En ook samen met Jeroen alles aan het klaarmaken en zo. En ik vind het heerlijk om dat te doen. Dus ik word eigenlijk wel blij van die nesteldrang. Nou, zo zijn we heel hard bezig met de babykamer. En die is bijna af gelukkig. Dus dat is super fijn. Nou, andere dingen die we aan het doen zijn is bijvoorbeeld onze bevallingscursus. We volgen een online cursus en elke week doen we daar één les van. En dan als we die les gehad hebben, dat zijn meestal niet hele lange lessen. Dan besteden we de rest van de avond aan dingen regelen of lijstjes maken of dingen bespreken samen. Dat soort dingen. Verder zijn we een heleboel boeken aan het lezen. Een boek over borstvoeding ben ik aan het lezen. En ik heb al boeken gelezen over de kraamperiode. En over een boek over vaderschap die Jeroen ook heeft gelezen. En dan konden we dat samen mooi bespreken. En bijvoorbeeld een boek over hoe zorg je voor je relatie als er een kind bij komt. Hoe ga je om met die verandering. Dat soort boeken ben ik heel erg veel aan het lezen. Nou ja, dus praktisch het huis opruimen. Vorige week was er een video over dat ik de kasten ging opruimen en zo. Dat soort dingen ben ik heel veel mee bezig. Een bevalplan zijn we aan het maken. En we hebben ons eigen geboortekaartje ontworpen. Super, super leuk. Ik ben echt heel blij met hoe die is geworden. Ik kan hem jullie natuurlijk nu nog niet laten zien. Maar ja, we hebben onze trouwkaart ooit ook zelf ontworpen. En we wilden het geboortekaartje ook weer heel graag zelf ontwerpen. En dan sturen we hem gewoon naar de drukker en laten we het gewoon drukken voor ons. Ja, dus dat is ook alweer iets wat is afgetikt. En zo komen we steeds een beetje dichterbij tot het punt dat alles klaar is. Ik ben heel benieuwd of er echt een punt gaat zijn dat ik ook het idee heb dat alles klaar is. Want ik zit dan ook wel weer zo in elkaar dat als het lijstje af is, dat ik dan wel weer nieuwe dingen ga bedenken die echt moeten gebeuren. Maar mijn plan is om gewoon wel rond, nou, laten we zeggen 35 weken of zo, alles klaar te hebben en dan lekker rust te nemen. Nou, en ik wil ook nog een video gaan maken over al onze voorbereidingen en over welke boeken we dan precies lezen en wat we doen en wat er op onze to-do-lijstje staat. Allemaal van dat soort dingen. Want ik denk dat ik daar ook nog wel wat handige tips voor mensen heb die ook zwanger zijn. Dus die video volgt TZT. Nou, fysiek gaat het met mij eigenlijk heel erg goed. Ik zei in de vorige video dat ik wat last had van bekkenpijn, een beetje. Maar dat is eigenlijk alleen maar minder geworden, wat echt wel bizar is, wat ik niet had verwacht. Want normaal wordt het altijd erger naarmate je zwangerschap vordert. Maar ik heb het bij, nou wat was het, 23, 24 weken of zo, heb ik het een poos gehad. En nu is het eigenlijk weer weg. Ik heb er eigenlijk helemaal geen last van, dus daar ben ik echt super, super blij mee. Want ik weet van mensen dat het gewoon echt, echt iets heel vervelends is om te hebben. Dus ik ben heel blij dat het bij mij weer weg is gegaan. En ja, jammer voor de mensen die dat niet hebben. Verder heb ik ook nog best wel veel energie. Overdag dan tenminste. Ik moet wel echt veel slapen. Ik ga denk ik, het liefst ga ik al om 8:30 of zo naar bed. En dan slaap ik gewoon tot de volgende dag 6 à 7 uur. Het ligt er een beetje aan wat ik ga doen die dag. Dus dat is echt gewoon heel lang. Echt gewoon 10 uur of zo. Maar ik mag van mezelf eigenlijk niet eerder dan 9 uur naar bed gaan. Want ja, ik wil ook nog wel wat tijd met Jeroen doorbrengen en van mijn avond genieten. Dus om 9 uur lig ik er meestal wel in. Ik doe verder geen middagdutjes of zo. Ik merk wel dat als ik een keer echt later in bed lig, 11 uur of soms zelfs 12 uur in het weekend, dat ik dan wel echt behoefte heb aan een middagdutje. Dus ik denk dat ik het
doordat ik 's nachts zo lang slaap, een beetje compenseer dat ik daardoor geen middagdutje nodig heb. En dat werkt eigenlijk heel goed voor mij, want dan kan ik overdag lekker productief zijn en dan ja, ga ik gewoon op tijd. En dat is heel fijn. Ik vind het wel lastig om rustig aan te doen. Ik ben gewoon heel erg van de lijstjes en de planningen en zo. Dus als ik dingen op mijn lijstje heb staan op een dag en ik merk dat het een beetje veel is, dan vind ik het heel lastig om te zeggen, oké, dan schrappen we dat en doen we dat morgen enzovoorts. Ook in het huishouden, dus de fysiek iets zwaardere taken, probeer ik ook nog allemaal nog steeds heel goed te doen. En dat geeft me ook heel veel voldoening, maar ik weet dat ik wel, naarmate ik verder ga komen in de zwangerschap, daar meer op moet gaan letten en ook wat meer aan Jeroen moet vragen. Bijvoorbeeld of hij onder het bed kan stofzuigen en zo, dat ik dat gewoon niet meer moet doen. Ik vraag hem wel altijd wel om de was naar boven te tillen. Dus dat is al een hele winst. Maar als ik iets merk trouwens aan mijn lichaam of zo dat ik iets niet meer kan, dan doe ik het ook echt absoluut niet. Ik ga echt niet over mijn grenzen heen. Maar ja, ik zou niet zeggen dat ik het rustig aan doe of zo. Nou, aan sporten is iets wat ik eigenlijk niet meer doe. Wel nog wandelen en ik doe ook nog oefeningen op mijn yogabal eigenlijk elke avond. Ik probeer dat echt heel goed te doen, dat al die oefeningen heel goed in mijn hoofd zitten en houdingen voor tijdens de bevalling en gewoon zorgen dat al mijn spieren goed los zijn en flexibel zijn en zo. Maar echt sporten, dat doe ik niet meer. Dat deed ik eerder nog wel een beetje, maar dat voelt gewoon niet goed meer. Dus wandelen en lekker op die yogabal, dat is gewoon wat ik nu doe. En dat vind ik ook prima. Het voelt gewoon niet lekker meer om iets met gewichten te doen. Of ja, gewoon dedicated een uur te gaan sporten of zo. Ja, dat zal voor iedereen anders zijn, denk ik. Ik denk ook dat ik het lichamelijk prima nog zou kunnen. Maar het voelt gewoon niet helemaal lekker meer. Nou, verder heb ik een periode gehad dat ik heel veel kramp in mijn benen had. Echt dat ik 's nachts gewoon huilend wakker werd omdat ik zo'n kramp in mijn benen had. Echt. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ik merk dat dat ook weer minder is geworden. Had ik ook niet verwacht. Ook weer zoiets dat ik dacht, het wordt alleen maar erger tot het einde. Maar nee, ik heb nog wel soms wat gevoelige en rusteloze benen en zo. Maar echt die kramp heb ik niet meer gehad sinds een 3 weken of zo. Dus dat is super fijn. Wel heb ik echt veel last van brandend maagzuur. Komt ook omdat de baby super hoog zit. Daar zal ik jullie straks nog wel wat meer over vertellen. Dus ik heb overal rennies liggen in mijn portemonnee en hier beneden en bovenop de slaapkamer. En overal liggen rennies. En dat helpt toch wel heel goed. Dus dat is super fijn. Het laatste fysieke dingetje bij mij is dat ik steeds vergeetachtiger word. Die zwangerschap, dementie, wat ik echt een heftig woord vind. Kunnen we het niet gewoon... Ja, in het Engels noemen ze het mom brain of pregnancy brain. Dat vind ik veel beter klinken dan zwangerschapsdementie. Want dementie is gewoon iets heel ergs. En ja, dit is gewoon iets wat weer overgaat. Dus ja, ik vind dat gewoon een beetje heftig. Maar goed, dat terzijde. Ik ben heel erg vergeetachtig. Laatst heb ik bijvoorbeeld een keer mijn telefoon in de koelkast gedaan in plaats van het pak melk. Dus het pak melk stond nog op het aanrecht en mijn telefoon nog in de koelkast. En ik was mijn telefoon kwijt. Dus ik overal zoeken en al mijn stappen nagaan die ik had gedaan die ochtend. En toen op een gegeven moment zag ik dat pak melk staan. En toen dacht ik, oh no. Inderdaad, mijn telefoon lag in de koelkast. Vet dom. Het is niet dat ik heel vaak dat soort dingen doe eigenlijk. Het is meer dat ik dan vergeet waar ik over aan het praten ben. Of dat ik een app op mijn telefoon open om iets te doen. En dat ik het dan niet meer weet wat ik ging doen. Of dat ik een mail wil sturen aan iemand. En dat ik gewoon volledig die naam kwijt ben. En er ook gewoon niet op kan komen. Terwijl ik diegene heel vaak mail bijvoorbeeld. Ja, allemaal van dat soort dingen. Het schijnt dus dat dat komt door de psychologische ruimte die een zwangerschap in je hoofd inneemt, zeg maar. Dus doordat je veel bezig bent met de baby en met de zwangerschap en zo, heb je minder ruimte om aan andere dingen te denken, zoiets. Ik ben ook wel benieuwd of er echt, ja, of je dat ook echt kan meten en zo. En of je, of de stofjes in je hersenen misschien ook anders zijn waardoor je dingen vergeet. Geen idee, daar heb ik echt totaal geen verstand van. Maar ik vind altijd de verklaring, je bent veel met je zwangerschap bezig, dus vergeet je andere dingen, een beetje flauw of zo. Want soms ben je überhaupt toch heel veel met andere dingen bezig. En dan vergeet je toch ook niet waar je telefoon is en zo. Nou ja, ik niet in ieder geval. Goed, nou ja, I don't know. Ik ben benieuwd of het weer weggaat na de bevalling. Ik heb ook wel eens gehoord dat nog heel lang blijft. Of dat je dat vanaf nu gewoon altijd een beetje hebt. Geen idee. Gaan we meemaken. Ik vind het niet echt super problematisch. Ik vind het ook wel grappig soms. Het is met mijn
regel- en control-cravings misschien ook wel goed om wat dingen wat meer te vergeten en uit mijn handen te laten vallen. Ja, dus dat zijn eigenlijk alle fysieke veranderingen bij mij en zo. Mijn buik is ook super mooi gegroeid. Dat is natuurlijk ook een fysieke verandering. Ik zal jullie straks ook even laten zien hoe die er nu uitziet. Nou, mentaal gaat het eigenlijk ook heel goed. Het gaat gewoon ontzettend goed en ik merk weinig bijzonderheden aan mezelf. Ik ben blij, happy, tevreden. Ik heb er zin in. Natuurlijk zie ik er soms ook een beetje tegenop. Tegen de kraamtijd of tegen de bevalling. En ja, de ene dag zit je er wat lekkerder bij dan de andere dag. Maar niks heel erg bijzonders. Ja, met mijn historie met mentale struggles had ik wel verwacht dat het misschien wat zwaarder voor me geweest zou zijn. Of dat er, nou ja, dat er wel een kans was dat het niet lekker zou lopen. Maar eigenlijk merk ik daar niks van, dus dat is gewoon echt super fijn. Ik ben op werk inmiddels ook begonnen om mijn dingetjes een beetje over te dragen. Een beetje te kijken, hey, wie wordt verantwoordelijk voor welke taak van mij. En dat voelt wel fijn. Want ik moet nu, als deze video live gaat, nog iets van 6 weken werken. Maar daar zit dan ook nog een kerstvakantie van 2 weken in. Ik werk in het onderwijs, dus ik ben de kerstvakantie ook echt vrij. Dus ik vind het wel een fijn idee om die dingen alvast een beetje over te dragen. Dan kan ik op dat gebied het ook een beetje loslaten. En ja, me wat meer beginnen te focussen op de kraamtijd en zo. Deze week wil ik ook even een plan maken over hoe ik het, mijn verlof en YouTube samen ga doen. Want ik weet wel dat ik wel video's wil blijven maken als ik bevallen ben. En misschien ook wel van de bevalling. Daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Ja, mijn YouTube is ook heel erg ontstaan doordat ik voor mezelf herinneringen en wilde vastleggen. En het dagelijks leven wilde vastleggen voor later. En dit zijn dan juist natuurlijk straks ook de momenten die ik heel erg graag wil vastleggen. Maar ik weet nog niet zo goed hoe ik dat dan in een YouTube vorm ga gieten. Zodat ik zelf ook nogal rust heb. En natuurlijk kan wennen aan dat er een baby is en de baby kan wennen aan ons. En dat daar alle ruimte voor is natuurlijk. Maar dat ik ook ja, daar dingen wel van wil vastleggen. En op een gegeven moment ook op YouTube wil zetten. Dus ik heb nog geen idee hoe ik het ga doen met mijn verlof en YouTube. Daar ga ik deze week een plannetje voor maken. Ja, als ik daar even zo hypothetisch iets over zou moeten zeggen. Zou ik denk ik zeggen dat ik wel een aantal weken gewoon helemaal niks ga plaatsen. En dat ik daarna, als de baby er is, weer wat ga plaatsen op het moment dat ik eraan toe ben of zo. Maar niet volgens een vast schema. Gewoon als ik tijd heb en als ik een video ooit een keer af heb, dan gaat die live. En dat zal een hele poos zo blijven, denk ik. Totdat we weer misschien een beetje een soort ritme hebben of zo. Of totdat ik bijvoorbeeld weer aan het werk ga. Maar geen idee hoe dat gaat lopen, dat gaan we ook nog wel zien. Nou, dan qua controles voor de zwangerschap was het wel even een beetje spannend, vond ik in ieder geval. Want ik had op een gegeven moment buikpijn. En het was het zat een beetje hier in het midden en hierboven, een beetje rondom mijn navel. Dus ik had de verloskundige even gebeld en ik zei dat ik daar last van had. Maar toevallig moest ik die avond ook voor controle, dus ik ging er sowieso al heen. Dus hebben ze daar even naar gekeken en ze konden eigenlijk niks vinden. Behalve dat de baby, of dat mijn baarmoeder heel hoog zat voor de termijn die ik was. Volgens mij was ik 3 weken hoger of zo. Ja, dus we waren bang dat de baby te groot zou zijn. Maar ze voelden wel onderin dat er dan hier nog heel veel ruimte over is. Dus de hypothese was misschien ook dat de baby dus in zijn geheel gewoon heel hoog zat. En niet dat de baby per se te groot zou zijn of zo. Dus wat we toen hadden afgesproken is dat ik na 2 weken terug zou komen. En dat heb ik gedaan. Dat was eergisteren. Nou ja, en toen hadden ze weer gevoeld. En om te kijken of wat er dan gebeurde, zeg maar. Wat er dan gebeurd was in die 2 weken. En nog steeds vonden ze dat de baby erg hoog zat. Maar ook nog steeds vonden ze dat er onderin veel ruimte was. Dus er zijn niet echt heel veel zorgen op dit moment. Maar het is wel gewoon een puntje van aandacht. Dus over 3 weken moet ik weer naar de verloskundige. Gewoon voor een normale controle. En dan gaan ze wel even een groeiecho maken om te kijken. Hey, is het kindje nou echt te groot of niet? Of hoort het zo of niet? Bij de 20 weken echo hebben ze natuurlijk ook gemeten. En toen was alles gewoon helemaal perfect. Tot op de dag perfect ongeveer. Ja, vandaar dat we nu niet echt heel veel urgentie erachter zetten of zo. En dat hoeft van mij ook niet. Ik vertrouw de verloskundige daar gewoon in. Dat als zij zegt dat het goed is, dat er gewoon onderin veel ruimte is en bovenin te weinig. Dat betekent dat het dan, ja, dat die twee dingen elkaar dan uitlevelen, zeg maar. Dan geloof ik dat gewoon en dan gaan we over 3 weken wel kijken. Maar dat was wel even een spannend momentje. Dat ik dacht, oh help. En dan
straks heb je zwangerschapsdiabetes of hoe moet dat dan met een bevalling als je een kind hebt wat veel te groot is. Ik ben niet zo'n heel groot persoon al van mezelf, dus ik dacht wel, no, daar gaan we. Maar goed, het lijkt dus allemaal mee te vallen. Maar ja, ik zal jullie zeker ook op de hoogte blijven houden met hoe dit zich ontwikkelt. Nou ja, verder merk ik dus ook best wel erg dat ze heel hoog zit, omdat ik het voel het heel erg aan mijn ribben. Vooral in de avond merk ik het heel erg. En als ik bijvoorbeeld en net gegeten heb en een beetje opgeblazen ben en ik ben moe, dan voel ik het heel goed. Voel aan mijn middenrif en aan mijn ribben dat het krap is hier. Dus ik hou me hard vast voor hoe dat zich nog gaat ontwikkelen, want het wordt natuurlijk alleen maar krapper. Het is niet per se dat het pijn doet trouwens of zo. Het is gewoon weer een beetje ongemak. En dat brandende maagzuur komt daar dus ook heel erg door. Doordat ze zo hoog zit, duwt ze tegen mijn maag aan en dan komt dat maagzuur omhoog. Ja, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Nou, verder waren mijn bloeddruk en mijn HB en al dat soort dingen waren gewoon elke keer helemaal perfect. Op een gegeven moment was het in de zwangerschap in het begin te hoog, mijn bloeddruk. Maar dat is sindsdien gewoon nooit meer gebeurd. Dus dat was gewoon pech, denk ik, die paar metingen. En nu is het altijd gewoon perfect. Dus dat is in ieder geval wel super chill. Oh, en we hebben echt een ontzettend actieve baby. En ik vind het super leuk. Ze begint gewoon al met schoppen. Op het moment dat ik net wakker word, dan voel ik het gelijk al. En ik voel het gewoon de hele dag door. Er zijn natuurlijk wel periodes dat ze slaapt en dat ik er dan niet voel. Maar echt, er wordt flink wat afgeschopt in mijn buik. Soms dan is het gewoon echt een soort van aardbeving. En ook elke keer als ze dan naar het hartje gaan luisteren bij de verloskundige, dan zeggen ze elke keer, oh, ze zit de hele tijd te bewegen en te schoppen. En dan zeg ik, ja, goh, ik voel dat de hele dag. Dus ja, dat is echt super leuk. Jeroen kan het nu ook echt heel goed voelen. En elke avond gaan we eventjes voorlezen of liedjes zingen of zo tegen de buik. Gewoon, het is gewoon zo ontzettend mooi om mee te maken met z'n tweeën. Nou, dat is eigenlijk alles wat de controles betreft en hoe het met de baby gaat. Volgens mij gaat het dus gewoon heel goed. We gaan zien of ze te groot is, maar ik verwacht dat zelf niet. En ja, dat is zo'n beetje hoe het gaat. We hebben trouwens ook een tweede naam bedacht. De eerste naam hadden we al heel lang, maar de tweede naam nog niet. En die hebben we laatst bedacht en we zijn er echt super, super enthousiast over. En ik kan ook niet wachten om hem met jullie te delen. Ja, ik vind het echt een heel leuke naam. Dat zijn eigenlijk alle updates over mij, over de baby, over hoe het nu gaat met de zwangerschap in mijn leven. Ik zal jullie nog even laten zien hoe mijn buikje er op dit moment uitziet. Abonneer in ieder geval even als je meer van dit soort video's wil zien. Want ik zal er zeker nog wel in ieder geval één maken, ergens tegen het richting het einde. Maar ja, er komt nog heel veel zwangerschapsgerelateerde content op mijn kanaal. Ook andere content trouwens. Maar het zal wel, nu de bevalling dichterbij komt, zal het wel wat meer over mijn zwangerschap gaan, denk ik. Dus abonneer vooral als je dat leuk vindt. Nou, dit is mijn buik, jongens, met 27 weken. Het is echt al een mooi buikje. Mooi rond. En zoals je dus kon zien, zit ze echt heel hoog. Maar ja, ik heb nog geen stretch marks of zo. Ik verwacht wel dat ik ze ga krijgen, want volgens mij krijgt bijna iedereen die. En ook nog niet zo'n lijn hier. Misschien krijg ik die ook nog. Geen idee. Dus dat is hoe we er nu bij zitten, jongens. Nou, heel erg bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende. Bye!